sta hier op het Gilde Event in Ede. Kun je misschien even voorstellen? Ik ben Jacob Doorn. Ik ben werkzaam voor vishandel Jan van As. En we hebben hier een demo gegeven met een hele mooie tonijn. Wat een tonijnshow. Wat heb je nou eigenlijk allemaal laten zien? Het is niet alleen zeg maar het beestje bekijken. Het is er ook over vertellen. Want je weet ook wel, heel veel tonijn is natuurlijk bedreigd. Het wordt op een verkeerde manier gevangen. Alles wordt een beetje tegenwoordig over één kamp geschoren. Hè? Maar er zijn ook genoeg vissers en kwekerijen die uitermate mooie kwaliteit leveren. En ja, alleen daar komt normaal Europa niet in. En zo'n beestje heb ik nu meegenomen. En dan kunnen de mensen proeven, maar ga ze ook vertellen waar ze op moeten letten. Dus in welke periode je wel en niet moet kopen. Dat heeft allemaal te maken met smaak. Een mooie smaak heeft ook te maken met de behandeling van de vis. Hoe is hij gevangen? Is hij goed teruggekoeld? En dat soort zaakjes. Dat is cruciaal voor topkwaliteit. Je hebt het over de smaak. Wat is nou eigenlijk het verschil van deze duurzame vis en normale tonijn, als ik het zo mag noemen? Kijk, de meeste tonijn die wordt zeg maar normaal wild, die in het wild voorkomt, wordt gevangen. Maar de meeste tonijnen wordt geconsumeerd in de zomer. En dan is het warm en dan heeft het beest totaal geen vetgehalte. En dan zet hij ook zijn eitjes af. He, en dan is hij zo slecht van smaak. En het stomme is, juist in die periode vangen ze massaal die beesten uit water. Dus eigenlijk, als je ze wil laten zwemmen, tot in de winter, dan moet hij zich wapenen voor de kou. En dan krijg je meer vet. En dan is je filet is wat meer boterachtig, zeg maar. Dat smelt meer op je tong. En dat heeft smaak. En dat is lekker. Zou je hem kopen wanneer hij zwanger is, zeg maar, in de zomerperiode, dan is de filet heel erg hard. Is hij niet te eten voor je sushi, toch zijn er mensen die dat doen. Ja. Tel op dat sommetje. Niet lekker, maar ook niet goed voor de bestanden van de tonijnen. Heb je nou nog bepaalde tips en tricks? Ik zou tonijn, als je zeg maar, iets over zou hebben in de keuken, nooit vacuümeren. Gewoon in de plastic krimfolie rollen, lekkere dikke laag. En dan eventueel in de vriezer doen. Het voordeel is dat je geen vocht uit je tonijn perst, wat je normaal wel doet met vacuümeren. En als je dat weer gaat ontdooien, zie je al het lekvocht. En dat gaat als eerste stinken. Dus krimfolie, dat is het ideale. En dan het liefst op min 60 invriezen. Want alles wat wij invriezen op min 20, dat is eigenlijk niet goed. Je krijgt veel te veel kristalvorming, gaat alles kapot. En de kleur gaat ook achteruit. Nou, hartstikke bedankt voor dit interview. Oké, graag gedaan.